Ja, voor de mensen die het gemist hebben. Gistermiddag zijn er bijzonder veel berichten in de media verschenen waarin stond dat ik bij Key Music blijf en Wietse vertrekt. De conclusie was eigenlijk een beetje dat ik Wietse bedrogen heb en dat wij uit elkaar gaan als radioduo. En ja, ik wil graag mijn kant van het verhaal vertellen hier. Dat doe ik één keer. Ik snap het eigenlijk helemaal niet. Wat is er nou precies gebeurd? Jullie waren toch gewoon leuk samen? Ja, ja, tot op het moment dat er geruchten gingen dat wij een overstap zouden maken naar, naar Sky Radio. Er gingen berichten rond over dat wij een rondleiding daar zouden hebben gehad. Maar is dat waar? Ja, dat van die rondleiding is zeker waar, ja. Alleen... Dus jullie hadden eigenlijk een overstap naar Sky gepland samen? Ja. Nou, uiteindelijk puntje bij paaltje wel. Waarom? Maar het lastige van ons, ja, dat zal ik je zo uitleggen. Maar het lastige voor ons was dat, die berichten lazen wij natuurlijk ook. We kregen heel veel vragen van luisteraars destijds. Van, hoe zit dat? Hebben jullie een rondleiding gehad? Gaan jullie naar Sky Radio? En als je altijd alles deelt met je luisteraar, is het gewoon heel moeilijk om daar niks over te kunnen zeggen. En dat is allemaal van ten behoeve van de situatie. Want je bent in gesprek met een andere werkgever. En we konden op dat moment niet alles delen. Ja, de wijze les hierin is sowieso voor mij... Ik ga nooit meer met een knoop in mijn maag radio maken... omdat ik iets niet meer kan of wil vertellen. Dus voor de duidelijkheid, ik zal vanaf nu alles delen. En ja, kijk, word je natuurlijk gewoon als de boeman afgeschilderd. Ik weet niet wat er van waar is. Ik bedoel, ik zit hier ook pas 10 minuten nu. Ja. Maar het enige wat je nu kunt doen, volgens mij, is gewoon vertellen hoe het in elkaar steekt. Ja, laten we even bij het begin beginnen. Wij zijn inderdaad eind november benaderd door Sky Radio. En ik dacht dat het alleen maar een computer was, maar er werken er ook echt mensen. En ja, die interesse, moet ik eerlijk zeggen, die is gewoon vlijend. Misschien heb je het, als je nu luistert, in je eigen werk ook wel eens meegemaakt. Het is gewoon een erkenning voor je werk. In ons geval al 5 jaar. Het was een soort kroon op het succes. Dat ik dacht, jeetje, zelfs de overkant heeft interesse. Dat was voor mij een soort van bevestiging. Want we zijn Sky op de is groter dan Q-Music om te zitten. Dat is beter, naar jouw idee. Nou, het gaat eigenlijk aardig gelijk op. Alleen als ze niet meer over je heen, om je heen kunnen, dan is dat wel een soort van bevestiging dat je denkt, ah, lekker, ja, dat doet wel gewoon wat met je. Okay, maar kortom, eigenlijk een nieuwe weg die je dan inkomt. Ja, eigenlijk wel. En Sky Radio heeft op dit moment ook geen ochtendshow en dat kriebelt bij mij ook als radioliefhebber. Dus ik vond dat super spannend. En wij gingen in gesprek omdat je toch benieuwd bent waar het dan over gaat. En dat betekent niet dat wij ontevreden waren bij Q-Music, maar toch nieuwsgierig naar het verhaal wat zij daar te vertellen hadden aan ons. En ja, het waren hele fijne gesprekken met Sky. Dat klikte echt en dat begon gewoon te kriebelen. En vergelijk het een beetje alsof je in een huwelijk zit en verliefd wordt op een andere vrouw. Of man, Lauren. Ja, ja, misschien herken je het wel. Dat probeer je dan eerst nog een beetje te ontkennen. Misschien ga je dingen in je huidige huwelijk zoeken die dan niet goed zijn. Of die ga je voor jezelf uitlichten. Maar ja, langzaam ging ik toch een beetje van het idee om een ander. Nee, maar serieus. Er staat hier dat jij hem eigenlijk een... gewoon toch bedonderd hebt. Nou ja, ik wil dat je dat wel misschien moet uitleggen. Even uitleggen, inderdaad. Ja, want even terug naar dat wij in gesprek waren met Sky en dat ik daarvan begon te dromen. Ja, misschien achteraf heb ik, zeg maar, in mijn eerste verliefdheid te snel een soort van onbezonnen stappen gezet. Ik heb misschien te snel gehandeld zonder echt na te denken wat het concreet zou betekenen. Wat voor manier dan? Verderop in het proces. Nou, ik ben eigenlijk soms de verliefdheid waarin je dan handelt en dat je denkt, ja, maar we gaan en ik ga achter die droom aan en ik vind dat te gek. En toen begon je te twijfelen. Toen begon ik wel een beetje te twijfelen. En ik heb daar heel veel over gepraat en gesproken met Wietse natuurlijk. Hoe hij het zag, hoe ik het zag. En ondanks dat ik altijd heb gezegd, ik ben super enthousiast, kwamen er bij mij toch die twijfels inderdaad. En bij hem niet? Wietse die is daarin super rechtlijnig. En die staat voor zijn zaak. En als zei, we gaan er gewoon voor met z'n tweeën. We gaan er gewoon voor. En daar ben ik bijna jaloersmakend, vind ik dat. En dat dat zo was, wisten de mensen, jouw team bij Q-Music wisten dat? Nee, want wij waren op dat moment nog in gesprek bij Sky. Alleen hij had wel echt de keuze gemaakt van wij vertrekken. Ja. En ja, ik heb inderdaad samen ook op dat spoor gezeten. Want ja, we gingen samen. Ik wil Mattie en Wietse maken. Maar als ik dan s'avonds in bed lag, ja, dan was het wel zo dat ik de ene ochtend wakker werd met het gevoel, we stappen over. En een dag later, jeetje Mina, ik durf niet. En als je dan gaat twijfelen en je weet het niet meer, dan was het heel moeilijk voor mij om mensen
antwoorden te geven die ze eigenlijk niet wilden horen. Dus ik gaf eigenlijk iedereen het antwoord wat hij wilde horen. Ik had op een gegeven moment, op een dag, had ik volgens mij 3 werkgevers. Iedereen dacht dat ik bij ze kwam werken. Iedereen dacht dat ik er aankwam. Omdat, ja, dan ben ik misschien te veel een pleaser. En in mijn twijfelproces heb ik te veel mensen meegenomen in mijn gedachten. Ja, het is gewoon super onhandig eigenlijk ook. Het is onwijs onhandig inderdaad, ja. En dan ben je op een gegeven moment verstrikt in je eigen web. Omdat je het allemaal te graag goed wil doen. En wat betreft, ja, dat is... Maar hoe staat, want hoe staat, wie zei nog steeds tegen jou, wij gaan samen naar Sky. En jij was... Dat was er ook, want ik was niet oprecht gelukkig met een overstap uiteindelijk. En het meest moeilijke... Maar dat doe je natuurlijk niet. Nee, maar dat is natuurlijk het meest moeilijke. Want op een gegeven moment zit je heel ver in het proces. Wil je niemand meer teleurstellen. Heb ik letterlijk hier 2 keer bij Q-Music gezegd... ik ga hier weg. Maar heb ik ook 2 keer tegen Sky gezegd, ik kom eraan. Ik was totaal verstrikt in mijn eigen web. Ik wist het niet meer. Ik was mezelf volledig kwijt. Hoe kom je dan... Hij begon te twijfelen. Jij zegt tegen Wietse, ik twijfel, ik wil niet meer. Mm-hmm. Nou ja, niet in die bewoording. Ik zei af en toe, ik weet het niet. En een dag later, we gaan. Dus hij zei, ik word gek van je. Ja, zo wisselde ik continu af. En dat heeft hij nooit zo uitgesproken. Maar inderdaad, ik denk wel dat hij bij mij geproefd heeft van... Ja, die jongen wordt misschien niet heel gelukkig van zo'n overstap, inderdaad. Ja, dus hij wilde wel en jij bleef eigenlijk twijfelen. Ja, en ik bleef een beetje twijfelen. En dat, als ik achterom kijk, heb ik ook het vertrouwen van mensen beschadigd. Maar op een dag stond ik voor de keuze, ga ik links of ga ik rechts? En dan, ja, hoe moeilijk ook, dan is er eigenlijk nooit een reden om niet je hart te volgen. En dan heb ik een enorme puinbende achter me gelaten, waar ik heel veel spijt van heb. Maar ik wil bij Q-Music blijven. Ik voel me hier thuis. De liefde zouden eerst gaan. Jij begint te twijfelen. Jij zegt, ik wil toch niet, want ik zit op mijn plek bij Q-Music. Ja. Oké, fair enough. Nou ja, maar hoe kom je nou tot een ruzie? Wat is er nou tussen jullie gebeurd dan? Nou ja, het is een beetje 2 mensen, 2 meningen. Het hele traject wat ik heb afgelegd en wat hij heeft afgelegd, dat verschilt nu blijkbaar. Dat zie ik ook in zijn brief. Ik denk dat hij het heel kwalijk heeft gevonden dat ik hem heel erg heb meegenomen in het pad van we gaan naar Sky en dat ik uiteindelijk toch niet wilde. Heb je tegen hem gezegd, ik wil uiteindelijk toch niet? Ja, dat heb ik wel gezegd, ja. Maar hoe dan? Nee, ik heb hem gebeld en ik zeg, ja, ik durf het echt niet. Ik wil echt niet. En het meest moeilijke eraan vond ik dat ik wil met Wietse op de radio. En ik heb ook tegen Q gezegd, ja, maar ik wil heel graag hier Mattie en Wietse maken. En Q-Music heeft ook aangegeven dat de deur open staat. En ik heb echt altijd de hoop gehad dat hij hier gewoon weer zou zitten. Maar waarom kom je dan tot zo'n ruzie? Dat begrijp ik niet. Jij zegt tegen hem, ik wil hier blijven. Wat zei hij dan terug? Wanneer is dat dan misgegaan? Ja, dat is ergens vorige week is dat misgegaan. Want hij is naar Sky gegaan. Ik heb geen idee wat hij nu gaat doen. Maar het gaat erom dat ik hem heb verteld van ja, ik durf niet. En dat voelde hij echt als een enorme belediging. En dan, ja, dat is heel lastig. Want ik hoopte gewoon dat het nog te lijmen viel. Omdat ik echt hier wil blijven. En ja, dat is dus blijkbaar niet zo, want hij wil niet meer. En ik vind dat super jammer. Want... Maar heb jij nou bijgetekend terwijl hij er niks vanaf wist hier? Nou, dat staat in die brief. Ja, ik heb wel gaat het natuurlijk om. Ja, ik heb wel aangekondigd dat ik bij ging tekenen. Aan hem? Ja, ja. En wat zei hij toen, dat doe ik niet dan? Nee, hij zei letterlijk, ik moet dat even om me in laten werken. En... ik ben blij dat je eerlijk bent en ik proefde bij hem natuurlijk ook enorme teleurstelling. En ik begrijp dat, hè? Ik begrijp het echt. Maar ik kan mezelf niet over 3 jaar aankijken en iedere keer in de spiegel kijken en denken, ik heb hier de verkeerde beslissing gemaakt. En dan wil ik ook meteen even naar het volgende punt. Maar waar is hij zo boos over dan? Want, of is dit wat... Ik voor het grote geld kies en er zijn heel veel mensen die inderdaad... Die denken van ja, Mattie die kiest voor het geld en voor zijn eigen succes. Even voor de duidelijkheid. Ik wil met Wietse op de radio maken. Op de radio zitten, nog steeds. En weet je, als geld een factor was... Ja, dat had ik een beetje gehoopt. Want dan had ik op dag 1 gewoon kunnen zeggen... Hey, ik krijg aan de overkant 1 euro meer. We gaan daar naartoe. Dan was alle twijfel niet nodig geweest. Dus dat geld is voor mij totaal geen kompas geweest. Ik ben gewoon heel blij dat de deur nog open stond bij Q. Om hier terug te mogen komen. Waarom? Want hij zegt, jij naait me eigenlijk achter mijn rug om, hè, zegt hij in deze brief. Mm-hmm. Ja. Waarom vindt hij dat dan? Nou ja, omdat hij in de veronderstelling was dat wij naar Sky gingen. En op het moment dat er gekozen moest worden, dat ik hem heb gebeld. En ik zeg, ja, Wietse, okay. Ik durf echt niet als ik mezelf recht in de spiegel aankijk. En ik
vond dat het moeilijkste telefoontje wat ik ooit heb moeten plegen. Maar dat was wel en dat kwam uit mijn hart. En natuurlijk zullen er nu mensen zijn die mij een klootzak vinden. Ik snap dat ook echt en dat zal weer tijd nodig hebben om te helen. Maar ik moet er in mijn hart volgen en vanuit mijn eigen gevoel een keuze maken.